We zijn vrij. We kunnen gaan en staan waar we willen. En hoe bevalt het om een zwerver te zijn? Tot zover Marieke Metz op het parkeerterrein van Kokkelburg. Het is een schande voor de stad Kokkelburg. En ik persoonlijk als burgemeester van deze prachtige stad zal erop toezien dat deze zwervers verwijderd worden. Zie je dat grote gebouw daar, daar waar onze bus staat? Dat is het computergebouw. Daar heb ik 2 jaar geleden mijn papieren naartoe gebracht. Weet je wat? Ik ga er naartoe. Misschien heeft iemand ze wel gevonden. TOS. T-O-S. Theodore Otto Simon. Die naam bestaat niet. TOS, laat los! Dat is hem. Dat is die zwerfkok. Geen papieren en geen manieren. Suzie! Nu, Lodewijk! Ik wil de wijde, wijde wereld zien. Mijn baas, wachtmeester Jansen, is op weg hier naartoe om jullie te bekeuren. We worden echt niet gevolgd. Nee, nog niet. Je mag Lodewijk en Suzie niet opeten. Die denk je wel dat je bent. Dat is Kwark en hij weet een rustig plekje. Otje, ik ben Otje. En mijn vader die heet Tos. We hebben geen papieren, daarom zijn we steeds te klos. We rijden in ons busje en we zoeken naar een baan. Je bent ontslagen! De dieren wijzen ons de weg, ik kan ze verstaan. Oh, Tos, lieve Tos, gooi de remmen nog niet los. Even smoesen met de poezen, even kletsen met de hond. Stel een kusje voor het musje van je huppup in het busje en dan zwerven we weer rond. En sluit ze. Ik praat met alle dieren. Mijn vader vindt dat raar. Niet weer die kok. Jij. Hij wil me niet geloven, maar wat waar is, dat is waar. Bon appétit. We zijn vrij. Even zwaaien naar de kraaien en de Vlaamse gaaien. Aaien, remmen los en starten maar. Ik hou van alle beesten, van de vogels in het bos. Otje, ik ben Otje, en mijn vader die heet Tos. Papieren. Otje en Tos kampeerden nu al een paar dagen op het plekje dat Kwark de kraai voor hen gevonden had. Tos was niet meer driftig geweest en Lodewijk en Suzie hadden vrede gesloten. Alles was kalm en rustig. Misschien is het wel Muzopia, het muizenparadijs. Ja. Ik zie geen vallen en geen katten. Het is echt een Muzopia. Sorry. Het is een land zonder vallen, zonder katten en zonder kraaien. Ja. Hij heeft beloofd dat hij jullie niet zou doen. Toch, Kwark? Voorlopig. Ik heb gezegd voorlopig. Hm? Heb jij nooit zin in muizen? Alleen als er een baby geboren is. Of een beschuit. Oh, beschuit! Nee. Nee, ik maak een grapje. Ach. Wil jij even brandnetels plukken? Er staat er achter een veldje vol. Ik ga namelijk overheerlijke brandnetelsoep maken. Hey, brandnetelsoep is wel een van mijn specialiteiten. Nou, kom op. Waterkook bijna. Even rapido. Hoe staat het met de zwerfkokzaak? Er zit weinig schot in, burgemeester. Ja. Maar als die opsporingsbevelen er helemaal zijn... Daar wordt aan gewerkt, Jansen. Morgenochtend kan je ze boven mijn kantoor ophalen. Had u nog aan de beloning gedacht? Gedacht wel, Jansen. Maar vind jij 250 gulden niet wat aan de royale kant? Voor minder komt de waakzame burger niet in actie, burgemeester.
Wat? Wil je dat geld nu al hebben? Je weet maar nooit, burgemeester. Het kan zijn dat ik vannacht ineens de doorslaggevende tip krijg. Het zou toch jammer zijn als we u daarvoor moesten wekken. Maakt u zich geen zorgen, burgemeester. Met dit geld grijpen wij die kok in no time. Jansen. Prettige avond, burgemeester. Goeie wacht, jochie. Dit is het antwoordapparaat van nachtmeester Jansen en zijn trouwe viervoeter. De boer. Natuurbescherming. Wat zijn we aan het doen? Dit zijn geen gewone brandnetels. Dit zijn hele zeldzame brandnetels. Au, au! Ze zijn voor de soep. Brandnetelsoep. Ik ben dol op brandnetelsoep. En? Best lekker. Best lekker? Ik maak hier toevallig wel de lekkerste brandnetelsoep van de hele wereld. Inderdaad, mijn compliment. Ja. Wil je nog een beetje? Nee, dank je. Ik heb echt genoeg gehad. Mijn dank is groot. Zo, en dan wil ik nu even uw wandelkaart zien. Wandelkaart? Mm-hmm. Maar we wandelen haast niet. Ja, we dribbelen wat rond en we slapen hier. Nou, dan wil ik even uw kampeervergunning zien. Kampeervergunning? Kampeervergunning, ja. Ik ben namelijk van de natuurbescherming en ik moet erop toezien dat dit gebied volstrekt ongerept blijft. Oh, maar dan blijft het. We raken niks aan, we plukken brandnetels voor de brandnetelsoep. Maar daar blijft het bij. De brandnetels zie je groeien, meneer. Die zijn zeldzaam. En beschermd. Maar u zit toch zelf van die overheerlijke brandnetelsoep te smullen? Zonder wandelkaart of kampeervergunning is het volstrekt onmogelijk om in dit gebied te verblijven. Niet één. Helaas. Nee, wel twee soepkommen vol. Maar ik moet nu toch... Soep of geen soep, morgenochtend zijn jullie vertrokken. Begrepen? Au! Moest dat nou? Ja. Dit is het antwoordapparaat van wachtmeester Jansen en zijn trouwe viervoeter. Er is ruimte voor een boodschap na de blaf. Dit is de boer, natuurbescherming. Ze niet heb. En toch leef ik. Bij mensen is dat anders. Mensen moeten papieren hebben. Zonder papieren ben je niks. Het is Otje. Ze heeft geen papieren. We moeten haar helpen. Oké, maar wat zijn papieren? Een soort wormen misschien? Je bent in de war met pieren. Het zijn papieren. Misschien zijn er wel papieren en mapieren. Ja, en kindjepieren. Hé, hey, Toep. Weet jij niet wat papieren zijn?
Natuurlijk weet ik dat. De stad is er vol van. Mooi. Dan gaan we naar de stad om papieren voor Otje te halen. Kom mee. Wacht nou even. Papieren, papieren. We vliegen over huizen, straten en rivieren. Op zoek, op zoek, op zoek. Naar een paar papieren. In de grote stad zijn papieren zat. Een kaartje voor de trein, een gestenseld strooibiljet, receptje met een medicijn, een rol papier op het toilet. Of een belastingformulier, waar mensen zijn, daar is papier. Papieren, papieren, we vliegen over huizen, straten en rivieren. Op zoek, op zoek naar een paar papieren. Er zijn papieren zat in de grote stad. Op school of op kantoor, een waardeloos rapport. De liedjes van een kinderkoor, het bord van ganzenbord. Een blanco velletje A4, waar mensen zijn, er is papier. Op zoek. Kijk, dit is papier. Want je zei dat ze niet zonder papieren kon leven. Denk je echt dat ze dit bedoelt? Er zijn ook andere papieren. Ja, ik zie nog meer papier. Daar. Ook al zo viezig. Er zijn wel schone papieren, maar die zijn binnen in dit gebouw. In het computergebouw. Het is hartstikke vol met papieren. Kijk, het raam staat open. Je kunt er makkelijk in. Ik? Naar binnen bij de mensen. Er zijn nu geen mensen. De dag is nog niet begonnen. Kom, haal een papier. Of durf jij soms niet? Nou, wacht maar. Het papier van Tos. Er zijn er nog veel meer. Laten we ze allemaal meenemen. Kom. Goedemorgen, Otterkind. Wat is er? Het is zo gek. Wat is er gek? Geen vogels. Alle vogels zijn weg. Zelfs Kwark. Oh. Zo, is dit alles? Dan kunnen we gaan. Nee, je kan niet met een lege snavel aankomen. Ik wil ook een papier pikken. Ja, kijk, daar beneden, bij het politiebureau, staat een raam open. Of durf je daar niet naar binnen? Zo'n supersterke kraai. Natuurlijk durf ik dat. Wat moet dat hier? Niks. Wat doe jij eigenlijk hier? Ik waak hier. Dit is het bureau van mijn baas. Snap je? Ja, dan is het goed, hè? Ja. Ergens klopt er iets niet. En was het gevaarlijk? Er was wel een hele grote hond, maar wel een hele domme. Voor mij is zoiets natuurlijk geen probleem, hè? Dat begrijpen jullie. Zo kan hij wel weer. Laten we maar gaan.
Wat hebben ze nou bij zich? Zoeken en kijk eens wat we voor jullie hebben. Alsjeblieft. Je zei dat je papieren nodig had. Zie daar, we hebben ze veroverd. Niet het papier dat we nodig hebben, maar wel handig, toch? Kan niet. Dit kunnen we onmogelijk houden. Wat is het probleem? Weet je dat ik dat papier uit het politiebureau gehaald heb? Het is heel knap van je, maar dit is geld en geld pikken mag niet. Je wilt toch niet zeggen dat ik het terug moet brengen, hè? Want dat durft hij niet. Ach. Als je nu weggaat is er geen probleem. Het is nog veel te vroeg. De mensen slapen nog. Geef me aan mij. Scheid het. Goedemorgen, Herman. Dit is de boer, natuurbescherming. Even over die zwerfkok. Als ik u was, zou ik eens gaan kijken in het brandnetelreservaat op de hoogte van de Kokkelse Beek. De beloning zie ik graag tegemoet. Goedenavond. Hoe kan dat nou? Nee, natuurlijk. Maar zo hard heeft het toch helemaal niet gewaaid. Burgemeester. Ik heb slecht nieuws, burgemeester. Ik ben bang dat de beloning is weggewaaid. Wat bedoel je? Weggewaaid? Mijn 250 gulden. Nee, maar burgemeester, wij hebben hier het raam altijd openstaan. Ja, in verband met de hond. Natuurlijk. Overmacht, dan maar geen beloning. Gelukkig zijn die opsporingsbevelen de deur nog niet uit. Maar u moet ze nog niet weggooien, burgemeester. Nee. Die liggen hier keurig op mijn bureau. Jansen, wacht even. Ik bel je zo terug. Terug, want dan lacht die kraai me weer uit. Lieve God, geef me alsjeblieft geld nog. Laat me die huur betalen, want anders betekent het einde van Forky en Mes. Dan kan ik mijn eethuisje vergeten. Dank u. Oh wonder. Dat had je niet gedacht, hè? Wat bedoel je? Dat de vogels ons echt zouden helpen. Ach. Geloof je nou eindelijk dat ze me kunnen verstaan? Maar de papieren die we nodig hebben, die zitten er niet tussen. Dit kan niet. We worden gezocht. Maar we zijn toch geen boeven? We hebben geen papieren. En dat schijnt gevaarlijk te zijn. Ik ben een gewone man, niet bijzonder om te zien. Een stevig karakter, wat driftig misschien. Nooit gewelddadig,
vals of gemeen. Alleen geen papieren en dat is het probleem. Schoolrapporten, zwemdiploma's, rijbewijzen, uittreksels. Zonder papieren een opgejaagd dier. Een mens is geen mens, maar gewoon maar een stukje papier. Ik ben een goede kok, heb mijn spoor ruim verdiend. Met deze twee handen veel klanten bediend. Een eerste klas kok, zonder een baan. Want zonder papieren geen recht op bestaan. Wandelkaarten, werkvergunning, lidmaatschappen, paspoorten. Zonder papieren een opgejaagd dier. Een mens is geen mens, maar gewoon maar een stukje papier. Ach, waren wij maar zeekoeien, tijgers, reigers, mieren. Geen mens die ons dan vragen zal, zeg mag ik uw papieren? We moeten hier weg. Ik ga de muizen aan. En spreid en sluit, en spreid en sluit, en spreid en sluit. Zeg, jij wilt toch naar Misopia? Volgens mijn berekeningen weet ik praktisch zeker dat Misopia aan de overkant is. We moeten echt zwemmen, Suzie. En spreid en sluit. En spreid. Het spijt me, jongens. We gaan. Nee, we gaan naar Misopia. Toch, Suzie? Ga jij maar alleen, Lodewijk. Ik ben geen watermuis. Ik ga met Otje mee. Dag. Nou, jij, ja, nou. Ja, vooruit dan maar. Er is iemand bij de auto. Kom snel. Herman, je kent me toch nog wel? Je bent in overtreding. Ik moet je aanhouden op grond van artikel 460 sub A. Of was het 456? Nou ja, in ieder geval sub A. Waar zijn je papieren? Ik heb geen papieren, dat weet je toch? Oh ja, dat is dan niet zo mooi. Waar is je baas? Mijn baas is bezig het motorvoertuig te onderzoeken. Het staat verdekt opgesteld, dat is zeer verdacht. Zit hij in onze auto? En straks neemt hij me aan de lijn. Dan moet ik aan kledingstukken ruiken en dan begint het speurwerk. Zo gaat dat altijd. Maar je hebt me toch al opgespoord? Ja, dat is waar ook. Jammer, ik ben er namelijk heel erg goed in. Weet ik toch. Herman, zou je ons alsjeblieft één keer kunnen helpen? Kun je niet één keer de verkeerde kant op speuren? Stukje lager graag. We zijn toch vrienden? Ik wil je wel helpen, maar ik weet niet of het lukt. Mijn neus is te sterk, sterker dan ikzelf. Je kunt het toch proberen? Otje rende zo hard als ze kon om Tos te waarschuwen. Ze geloofde wel dat Herman haar wilde helpen, maar ze was bang dat zijn neus hem te slim af zou zijn. Want al is Herman zelf een beetje dom, aan zijn neus mankeert niks.